aangifte moet voor 1 mei bij de Belastingdienst binnen zijn. Wie dit voor 15 april doet, krijgt voor 1 juli bericht van de fiscus. Ook in 2014 is een aantal zaken veranderd waar mensen wellicht rekening mee moeten houden. Welke medische kosten zijn bijvoorbeeld aftrekbaar? Heeft het zin om te middelen? En welke voordelen heeft het fiscaal partnerschap? Deze vragen stelden nu jijers aan jou, Ingrid Allemekinders, partner bij EY Belastingadviseurs. Eerste vraag van onze nieuwjaar. Mijn vrouw heeft een lage instapfiets, een aangepaste stoel, een speciale matras en aangepaste schoenen. Welke medische kosten zijn allemaal aftrekbaar? Ja, elk jaar verandert er wel iets in de aftrek van zorgkosten. En ook dit jaar moet je weer goed op blijven letten, want er zijn weer minder kosten fiscaal aftrekbaar. De hoofdregel is dat alle kosten die te maken hebben met ziekte en invaliditeit aftrekbaar zijn. Maar daar gelden natuurlijk ook wel weer uitzonderingen voor, namelijk verzekeringspremies bijvoorbeeld voor de ziektekostenverzekering zijn niet aftrekbaar. Als de verzekeringsmaatschappij bepaalde kosten vergoedt, die kosten kun je uiteraard ook niet in aftrek brengen. En zo zijn er nog een aantal specifieke kosten die niet in aftrek kunnen worden gebracht. Kosten die dit jaar wel in aftrek kunnen gebracht, dat zijn de kosten van medicijnen, tandartskosten, dieetkosten en kosten van specifieke hulpmiddelen. Maar daarvoor geldt dan weer de kanttekening. Ze zijn alleen aftrekbaar als de verzekeringsmaatschappij ze niet vergoed heeft. Nou, deze vraag die ziet met name op de kosten van een laag instapfiets, een stoel en een matras. Die kosten die zijn dit jaar niet aftrekbaar. En de achterliggende gedachte is daarvan, ja, niet zieke mensen maken die kosten ook. Wellicht zijn die kosten voor zieke personen iets hoger, maar toch kunnen die kosten daardoor niet in aftrek worden gebracht. De kosten van schoenen, daar wordt ook in de vraag naar verwezen. Die zouden aftrekbaar kunnen zijn als het aangepaste schoenen zijn die voor de normale lichaamsfunctie noodzakelijk zijn. Nou, in dat geval kan er een bedrag in aftrek worden gebracht, maar dat is dan uitsluitend het verschil tussen de extra kosten van deze speciale schoenen en daar in mindering gebracht de kosten die schoenen normaal gekost zouden hebben. Dus je kunt alleen het extra kun je in aftrek brengen. Tot slot wil ik nog noemen dat vanaf 2014 de kosten van aanpassing van de woning niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. Tweede vraag van de jaar gaat over fiscaal partnerschap. Ik woon samen, maar we zijn geen geregistreerde partners en we hebben geen kinderen. Wanneer ben je fiscale partner en welke voordelen heeft dit? Nou, er zijn een paar situaties waarin je sowieso fiscale partner bent. Dat is de situatie waarin je met elkaar getrouwd bent en de situatie waarbij je geregistreerd partnerschap hebt. Dus in die twee gevallen ben je sowieso fiscaal partner. Daarnaast kun je fiscaal partner zijn als je samenwoont met een meerderjarig persoon en met die persoon of een notarieel samenlevingscontract hebt, of gezamenlijk een eigen woning hebt, gezamenlijk kinderen hebt, of als die ander aangemerkt is als partner in de zin van je pensioenregeling. Dus dat is een iets complexere situatie. Als ik nou terugkijk naar de vraagsteller, die zegt we zijn geen geregistreerde partners en we hebben geen kinderen, dan is eigenlijk cruciaal of zijn of haar partner aangemerkt wordt als partner in de zin van de pensioenregeling, dan wel of ze een eigen woning hebben. Als een van die twee situaties aan de orde is, dan kunnen ze fiscale partners zijn. Ja, en wat zijn de voordelen daarvan? Nou, het voordeel is dat je bepaalde inkomenscomponenten vrij kan toerekenen in je aangifte. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Als de ene partner een laag inkomen heeft en in een lage belastingsschijven valt, terwijl de andere partner in de 52% schijf valt, dan kun je de hypotheekrente verschuiven naar de partner die de hoogste aftrek kan claimen. Datzelfde geldt voor aftrekbare giften, zorgkosten, etc. De derde vraag is een interessante, gaat over middeling. De vraag luidt als volgt. Ik krijg een ontslagvergoeding tussen de 88.000 en de 98.000 euro bruto. Mijn bruto jaarinkomen is 28.000 euro. Met WW blijft ongeveer 70% van over. Heeft het voor mij zin om te middelen voor de komende jaren? Een middeling kan aantrekkelijk zijn als je te maken hebt met een sterke inkomensstijging of een sterke inkomensdaling. Bij middeling middel je het box 1 inkomen, dus inkomen uit salaris, inkomen uit ontslagvergoedingen en dergelijke, waar de vraag ook naar verwijst. Dat inkomen middel je over een drietal jaren. Stel dat iemand normaliter een heel laag salaris heeft en in één keer een flink bedrag erbij krijgt, zoals hier in de vraagstelling de ontslagvergoeding, dan zit diegene normaal gesproken in een hele lage belastingsschijf en door die eenmalige hoge uitkering komt hij opeens in de 52% toptarief.
Nou, bij middeling kijk je naar het gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar. En daaraan relateer je dan de gemiddelde belastingdruk, dus het gemiddelde belastingtarief. Dat kan dus een aanzienlijk voordeel opleveren. Je moet wel rekening houden met het feit dat je pas belasting terugkrijgt als de berekening die je maakt op basis van middeling, als die meer dan €545 afwijkt van datgene wat je betaald hebt. En je moet rekening houden met het feit dat je pas een verzoek om middeling kan doen als alle aanslagen definitief vaststaan. Dus dat betekent dat als je 2014 wil meenemen in je verzoek om middeling, dan moet je wachten op je definitieve aanslag 2014. Ja, en ik verwacht dat die aanslag op zijn vroegst eind 2015 beschikbaar zal zijn. Dus het duurt even voordat je die middeling echt kunt effectueren. Dan de vierde vraag gaat over vermogensrendementsheffing. Het is veel om te doen, ook in Politiek Den Haag. De vraag van de nieuwjaarder luidt als volgt. Heeft het zin om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing? Ik haal namelijk bij lange na niet het door de overheid veronderstelde rendement van 4% op mijn spaarrekening. Ja, dit is een heel actueel onderwerp. Zeker omdat de spaarrente gewoon heel laag is. Gemiddelde spaarrente is op dit moment 1,2%. En ja, de vermogensrendementsheffing is 30% over een forfaitair rendement van 4%. Dus effectief ook 1,2%. Dus je kunt ervan uitgaan dat je je spaarrente in één keer doorschuift naar de Belastingdienst. Nou, dat vinden heel veel spaarders natuurlijk erg vervelend. Nou, er lopen een aantal bezwaarprocedures. Mijn inschatting is dat de kans op succes daarvan toch vrij klein is op dit moment. Het is gewoon goed verankerd in de belastingwetgeving dat de box 3 heffing, hoe die werkt en met het forfaitaire rendement en het tarief wat daarvoor geldt. Wel is het zo dat staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven dat hij dit heel serieus neemt en dat hij hier specifiek naar kijkt ook in zijn plannen voor het nieuwe belastingstelsel. Tot slot wil ik nog opmerken dat er een aantal vermogensbestanddelen zijn die helemaal niet in box 3 opgenomen hoeven te worden. En dan gaat het om vermogensbestanddelen die of al in box 1 en box 2 belast zijn. Nou, dan heb je het over de eigen woning, die is belast in box 1. Ook een verhuurd pand bijvoorbeeld aan de eigen onderneming. Dat valt in de terbeschikkingstellingsregeling van box 1. Aandelen in de eigen BV, die vallen veelal in box 2. Dus die vermogensbestanddelen die zitten al niet in box 3. En daarnaast zijn er ook nog vrijstellingen in box 3. En die vrijstellingen zien dan op kunstvoorwerpen, schilderijen, maar ook roerende zaken zoals je auto, je boot, je caravan, de inboedel van je woning. En daarnaast geldt er dan ook nog een speciale regeling voor specifieke beleggingsvormen zoals groene beleggingen, waar weer een extra vrijstelling voor geldt. De vijfde vraag van onze nieuwjaar gaat over ZZP'ers. Ik ben in november begonnen als ZZP'er, maar ik werk nog wel bij 2 werkgevers in loondienst. Moet ik mijn ZZP-inkomen daarbij optellen? Een ZZP'er moet sowieso zijn inkomen aangeven in box 1. En de vraag is dan, is het winst uit onderneming? Of valt het onder loon? Of kwalificeert het als resultaat uit werkzaamheden? Nou, dat is heel erg sterk afhankelijk van de feiten en de omstandigheden van deze specifieke casus. Je bent ondernemer als je aan een aantal criteria voldoet. En daarbij zijn relevant de hoogte van de winst, het aantal opdrachtgevers, de mate waarin kapitaal in de onderneming is gestort, maar ook de tijd die je besteedt aan je ondernemersactiviteiten. En voor ondernemers geldt een aantal specifieke faciliteiten, de startersaftrek, de zelfstandige aftrek en de MKB-winstvrijstelling. Dus het kan aantrekkelijk zijn om juist als ondernemer gekwalificeerd te worden. Dan moet je wel voldoen aan de criteria die voor deze faciliteiten gelden. En voor veel van die criteria geldt een urencriterium ook, een urenvereiste. Dat houdt zoveel in dat je minimaal 1225 uur aan je ondernemingsactiviteiten besteed moet hebben. Mijn inschatting is dat de vraagsteller in 2014 nog niet als ondernemer kwalificeert. Hij is in november pas begonnen. Dus het zou kunnen zijn dat de omvang van die activiteiten toch nog wat te gering is om echt als ondernemer gekwalificeerd te worden. En in dat geval moet hij de inkomsten gewoon aangeven naast zijn looninkomsten in box 1. Het zou best kunnen zijn dat als die ZZP-activiteiten voor 2015 verder van de grond komen, dat in 2015 wel sprake is van een onderneming. De laatste vraag is voor onze huizenbezitters. De maximale hypotheekrenteaftrek is in 2014 verder omlaag gegaan. Wat heeft het voor mij voor gevolgen? Nou, dat is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie en met name van de hoogte van het inkomen.
Als het inkomen van de vraagsteller vrij laag is en dus in de laagste tariefschijven van ons belastingssysteem valt, nou, dan zal er waarschijnlijk niks veranderen en is de hypotheekrente nog steeds aftrekbaar tegen de eerste en de tweede schijfstarieven. Stel dat deze vraagsteller in de hogere inkomenscategorieën valt en dus belast wordt tegen een toptarief van 52%, dan zal er wat veranderd zijn voor hem dit jaar. Want in dat geval is in dit jaar de hypotheekrente nog maar voor 51,5% aftrekbaar. Dat is een eerste stap die in 2014 is genomen, dus die van toepassing is voor 2014. Dus in 2014 is de hypotheekrenteaftrek verlaagd van 52% in het toptarief naar 51,5%. En die verlaging gaat door in de volgende jaren. Elk jaar wordt er 0,5% in de hypotheekrenteaftrek afgebouwd. Dus voor 2015 zal die 51% zijn. Dan gaat die verder door naar 50,5%, et cetera, totdat het tarief van 38% bereikt is. Dat zal nog wel een poosje duren, maar de verlaging is natuurlijk al wel in gang gezet. Ik wil tot slot de nieuwjaars bedanken voor het stellen van de vragen.